En het is Lions Wish aan kop van het veld. Maar inmiddels direct gevolgd door Pieter Wit. Dan een lengte of 10 naar Joan Collins. 4 lengte daarachter gaat nu naar voren Levi Europort. 5-6 lengte daarachter dan Hypnotic Smart. 5-6 lengte dan ook nog naar Joep Zwageman. En de hele rest. We zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. Twee paarden hier die het uit gaan vechten. Lions Wish een jaargangskrek. Pieter Wit daarachter, dat leek ook een jaargangskrek te worden. Maar die is inmiddels 6, dus alweer een tijdje geleden. Maar hier op het gras voelt hij zich als een vis in het water. En we gaan op weg naar de laatste bocht met aan de binnenzijde Lions Wish. Op de tweede plaats Piet de Wit. En daarachter dan op een lengte of 7 nog Levi Europort, die wel iets dichterbij komt, maar te ver weg lijkt om te winnen. Paarden komen in de laatste rechte lijn. Het zijn hele duidelijke verschillen onderling. Waarbij dus aan de leiding gaat nog altijd die Lions Wish. Maar kijk eens even naar Pietje de Wit. Heel brutaal. Erik van den Berg gaat hier het tweede spoor nu opzoeken. Tegen een fantastisch paard als Lions Wish. Galop nummer 9. En hij lijkt ook wat dichterbij te komen. Hiltje die schreeuwt het uit om haar Lions Wish net juist de gangen te houden. En om de snelheid te houden. En dat lijkt te lukken. Het was een moedige poging van Pieter Wit. Maar Lions Wish, ja, dat is simpelweg een hele andere categorie. Lions Wish, geweldige Pieter Wit is tweede. En kijk eens even aan. Mooie eindsprint van Wim Hendricks. Hij pakt het derde geld nog af van Levi Europort. Met zijn nummer 4, Hypnotic Smart. 2-10-4-9 voorlopig. Er komen ze aan, dames en heren, geweldige winnaars van de Briggs & Stratton en Hans van der Horst Transportbedrijfprijs. Paard nummer 2, Lions Wish en Hiltje Chalsma. Een 4-jarige bruine ruin, Muscles Mass uit Fiona Star, dus gefokt door de familie Kloosterman. Paard is in bezit van Stal PD, Bas Krebas de trainer. Geweldig gereden door Hiltje Chalsma. En namens Stal PD is Peter Delis er als eerste bij om Hiltje te bedanken. En de mede-eigenaren natuurlijk. En de fokker is erbij, dat is extra mooi. Ja, heel... Ja, nee, we gaan ernaast staan. Dat lijkt me een goed idee. Was je een beetje passagier? Nou, het eerste rondje had hij het lekker vast, ja. Poeh. Maar je gaat 19-4, hè? Ja, nou, dat komt ook mede door die eerste ronde. Maar ik wou hem niet te veel terugnemen dat ik al die lucht eraf trek. Dus ik denk, laat maar een beetje in zijn eigen. Omdat je weet dat hij klasse heeft? Ja, tuurlijk. Hij heeft zoveel klasse, dit paard. En ja, fantastisch. Even kijken, had je hem al vaker gereden? Nee, nee, dit was de eerste keer. Hoe sta je ervoor? Volgens mij tweede in het klassement, maar met Samantha aan de kop. Er komen nog een paar leuke meetings aan. Nou, daarom precies. Zo is dat. Gefeliciteerd, Hul. Geniet ervan. Mooie winnares Hiltje Chalsma met Lions Wish. Een paard met veel klasse. Maar dat maakt bij Bas niet uit. Bas houdt van het gras, houdt van het regiobanencircuit. En dus kunnen we... Genieten van goede paarden. Groeten met jou. Sponsors, hè. Trouwe sponsors hier komen altijd weer terug. Briggs & Stratton. En u kunt in de handen, dames en heren, voor de geweldige winnares. Hiltje Chalsma, Briggs & Stratton, Hans van der Horst Transportbedrijf met Lions Wish. Ik heb voor u, dames en heren, de volledige en officiële uitslag van de vierde koers. Gewonnen door paard nummer 2, Lions Wish. Hiltje Chalsma wint in 1, 19-4. Tweede geplaatste team, Pieter Wit. Derde de 4, Hypnotic Smart. Vierde de 6, Joep Zwageman. Vijfde de 5, Joan Collins. 2, 10, 4, 6, 5 officieel. Right back to where it should have been. Paarden komen de baan weer op. Dit ziet er goed uit.
vindt ook de starter en dus zijn ze onderweg en hebben een kopie van de eerste start en is het aan de binnenzijde heel gemakkelijk naar de leiding Lions Wish. Tweede plaats heel gemakkelijk Happy New Day. Derde plaats nog veel beter dan daarnet Erik van den Berg met zijn Piet de Wit. Maar dan aan de binnenzijde Joan Collins en die wordt gevolgd door het nummer 4 van Hypnotic Smart. Dan is het Levi Europoort. Uitgeschakeld nummer 7, galop nummer 7. Achter Levi Europoort hebben we dan ook meetrekkend de Zwageman kleuren en die worden gedragen in deze koers door Chantal van Ooyen met Joep Zwageman die zijn eigen Facebook profiel heeft. En achter Joep Zwageman zien we dan aan de binnenzijde nog Canona. Het is een langgerekt veld en Hiltje Tjalsma wil misschien wel wat minder hard, maar ze heeft weinig te vertellen, want Lions Wish die zit vol dadendrang en die heeft inmiddels een lengte of 2 voorsprong genomen op Happy New Day. Achter Happy New Day is er dan Piet de Wit en dan een gat van een lengte of 10 naar Joan Collins. 10 lengte daarachter Levi Europoort en 2,5 lengte daarachter de overige paarden. Maar laten we ons eens gaan beperken tot die 3 vooraan, want die maken er op dit moment een mooie strijd van. En het is aan de kop van het veld Lions Wish. 2,5 lengte dan naar Happy New Day. En lengte verder weg hebben we aan de binnen. En zei de Piet de Wit, de grote pechvogel van Aduard, die toen met de handen vol over de finish kwam. Paarden komen in de rechte lijn voor de tribune. Happy New Day heeft een moeilijk moment en maakt een galoppade. Dat is, moet hij niet doen straks op de korte baan. En de deelnemers die komen dan langs de rechter met nog een ronde te gaan. En het is een one-horse show van Lions Wish. Het is nog een ronde, maar je zou bijna denken, als Piet de Wit niet het hoogteroer uit gaat gooien, gaat hem maar vast in de handen. En daarachter komt dan op de derde plaats door paard nummer 5, Joan Collins. Lengte of 8 daarachter dan Levi Europoort. Zouden we op Barencourt-koers zijn misschien wel met zo'n een langgerekt veld. Het zijn toch niet de minste paarden die erachter alle moeite hebben om die 2 koppaarden bij te houden. En het is Lions Wish aan kop van het veld. Maar inmiddels direct gevolgd door Piet de Wit. Dan een lengte of 10 naar Joan Collins. 4 lengte daarachter gaat nu naar voren Levi Europoort. 5-6 lengte daarachter dan Hypnotic Smart. 5-6 lengte dan ook nog naar Joep Zwageman. En de hele rest. We zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. 2 paarden hier die het uit gaan vechten. Lions Wish een jaargangskrek. Piet de Wit daarachter, dat leek ook een jaargangskrek te worden. Maar die is inmiddels 6, dus alweer een tijdje geleden. Maar hier op het gras voelt hij zich als een vis in het water. En we gaan op weg naar de laatste bocht met aan de binnenzijde Lions Wish. Op de tweede plaats Piet de Wit. En daarachter dan op een lengte of 7 nog Levi Europoort, die wel iets dichterbij komt, maar te ver weg lijkt om te winnen. Paarden komen in de laatste rechte lijn. Het zijn hele duidelijke verschillen onderling. Waarbij dus aan de leiding gaat nog altijd die Lions Wish. Maar kijk eens even naar Pietje de Wit. Heel brutaal. Erik van den Berg gaat hier het tweede spoor nu op zoeken tegen een fantastisch paard als Lions Wish. Galop nummer 9. En hij lijkt ook wat dichterbij te komen. Hiltje die schreeuwt het uit om Lions Wish net juiste gangen te houden en om de snelheid te houden. En dat lijkt te lukken. Het was een moedige poging van Piet de Wit. Maar Lions Wish, ja, dat is simpelweg een hele andere categorie. Lions Wish, geweldige Piet de Wit is tweede. En kijk eens even aan. Mooie eindsprint van Wim Hendricks. Hij pakt het derde geld nog af van Levi Europoort met zijn nummer 4, Hypnotic Smart. 2-10-4-9 voorlopig.